Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Martijn Jeroen van der Linden. Hij is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en medeoprichter en initiatiefnemer van Stichting Ons Geld. Dag Martijn, goedemiddag. Jij hebt onlangs een position paper uitgebracht, eigenlijk in de zomer van dit jaar. Dat gaat over geldschepping en daar gaan we het over hebben eigenlijk met elkaar vandaag. En misschien voor de kijker een wat abstract onderwerp of een wat breed onderwerp. Wat ik zo interessant vind aan hoe jij je ook daarin roert, is dat je eigenlijk zegt, dit is iets wat veel mensen aangaat, maar wat toch mensen toch om de een of andere reden een saai onderwerp vinden of wat toch nog een beetje ver weg van de bedshow blijft, zeg maar. Dus het zou mooi zijn als we in een gesprek vandaag, denk ik, eens kunnen kijken van hoe dit soort onderwerpen die met geld, maar ook met nieuwe ontwikkelingen daarin, cryptocurrencies, digitale munten, hoe die samenhangen met elkaar en hoe dat toch relevant is voor het alledaagse leven van mensen als het ware. Misschien voordat we daar aan beginnen, kan je misschien even kort toelichten waarom jij dat position paper toen geschreven hebt? Misschien ook vanuit het licht vanuit de Tweede Kamerdebatten die er toen waren, die gingen juist over dit onderwerp. Ja, nou ja, dus net voor de zomer was er een Tweede Kamerdebat, de toekomst van het geldstelsel. Ja. En ik probeer met Stichting Ons Geld al langer dit onderwerp op de politieke agenda te zetten, dus de inrichting van het geldstelsel. En wij hebben inmiddels 5 jaar geleden een burgerinitiatief gehad, het burgerinitiatief Ons Geld. En daar hebben we handtekeningen op gehaald om het onderwerp, dus de inrichting van het geldstelsel, in de politiek te krijgen. Daar is toen in 2016 over gediscussieerd. Er zijn moties aangenomen. Ik denk de 2 belangrijkste die daar zijn aangenomen is een motie om de WRR onderzoek te laten doen naar het geldstelsel in 2016. En een tweede is dat er een motie werd aangenomen voor de oprichting van een depositobank. En sindsdien, dus sinds 2016, is dat eigenlijk doorgegaan. En voor de zomer was er dus een Kamerdebat waar 3 dingen op de agenda stonden. Dat was dat WRR-rapport, Geld en Schuld. Dat was een rapport van de Nederlandse Bank over Central Bank Digital Currency, digitaal centrale bankgeld. Ja. En dat was een initiatiefnota van Mayer Alkaya van de SP over de oprichting van een publieke depositobank. En omdat ik dat debat al langer volgde, denk ik, ik kan het geheugen, of het collectieve geheugen in de Kamer is vrij gering. Ze hebben een aantal Kamerleden ook tegen mij gezegd. Dus schrijf zo'n position paper, want we weten ook nieuwe Kamerleden of Kamerleden die nieuw zijn op dit dossier, wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd. Ja. Dus simpelweg om het niveau ook in de Kamer te verhogen. Dat is eigenlijk het doel van het position paper. Ja. Nou, voordat we daar ingaan naar de inhoud daarvan en de thema's die ermee samenhangen, waarom ben je eigenlijk Stichting Ons Geld ooit begonnen? Vanuit welke drijfveer kwam dat? Nou, dat was na de vorige crisis, dus in na 2008-2009. Toen ontstond natuurlijk een debat over wat is hier fout gegaan. En het crisis. Ja, wat is er fout gaan in de crisis? En het bleef eigenlijk hangen op het niveau van wat er fout is gaan. Dus de beloningen in de bancaire sector zijn fout. Banken hebben te weinig buffers, te weinig eigen vermogen. Dus eigenlijk op dat niveau bleef het debat hangen. En ik en een aantal anderen die dachten, eigenlijk zouden we het systeem zelf moeten bediscussiëren. Dus eigenlijk een niveau hoger. Dus wie zou er eigenlijk geld moeten creëren in deze wereld of mogen creëren in deze wereld? En tijdens de financiële crisis, je kunt zeggen, banken hebben voor de financiële crisis veel te veel geld gecreëerd. Daar is eigenlijk een bubbel ontstaan. En waarom mogen ze eigenlijk dat geld creëren? En waarom is dat geen publieke taak? Dus wij wilden eigenlijk veel meer over de fundamenten van het systeem een politiek debat, dan dat het over de details van de huidige inrichting, om die te verbeteren. Ja, want na de crisis is natuurlijk heel veel gegaan over de Baselrichtlijnen, over bankenbuffers, over eigen vermogen, et cetera. Vrij technisch discours ook, technische woorden die veel gebruikt werden daarin. Maar toch is dat volgens jou, dat raakt nog niet eigenlijk het fundament van waar het nou precies om gaat. Waarom zijn dan toch die fundamentele vragen over wie eigenlijk het geld creëert en waarom? Waarom zijn die daarin relevant volgens jou? Nou ja, omdat het de inrichting van het geldstelsel denk ik ook heel bepalend voor de inrichting van de economie sowieso, maar misschien wel voor heel de maatschappij. En je ziet dat het geldstelsel door de eeuw heen natuurlijk altijd verandert. Het is niet zo dat het geldstelsel iets is wat we altijd hebben gehad. Er zijn ook tijden geweest dat er geen private banken waren bijvoorbeeld. Er zijn ook tijden geweest dat geld alleen bestond uit zilver en gouden munten. Ja. Dus er zijn verschillende geldstelsels geweest. En je kunt zeggen dat het huidige geldstelsel heeft denk ik best gefunctioneerd in het verleden. Maar dat je langzaam maar zeker ziet dat het steeds meer uit de hand is gaan lopen. En er zijn natuurlijk verschillende factoren die daarvan belang zijn. En een hele relevante die ik ook in mijn proefschrift beschrijf is de toepassing van digitale technologie in de bankaire sector.
Je ziet eigenlijk dat geld is gedigitaliseerd. En omdat wij steeds meer digitaal geld gebruiken, zijn we ook steeds afhankelijker van banken. Mm-hmm. Want het publieke geld is enkel nog in fysieke vorm aanwezig. Dus de munten en biljetten, dat is publiek geld. Ja. En het girale geld, dus gewoon als je inlogt op je Rabobank-account of je ING-account. Dat is allemaal privaat geld, allemaal privaat geschapen. En dat is digitaal gemaakt. Het stond vroeger in de boeken van banken op papier, maar nu is het digitaal gemaakt. Is dat nou ook een onderdeel, een kenmerk van dat geldstelsel zoals het nu eigenlijk ter discussie meer begint komen te staan? Dat de invloed van banken op het gebied van giraal geld, op het gebied van dat zij daar eigenlijk een vrij machtige positie in hebben? Ja, precies. Zij hebben daar een dominante positie. Ja. Een soort olie. In Nederland denk ik aan oliegepolen. Er zijn er maar een paar partijen die bankrekeningen aanbieden, die giraal geld aanbieden, die digitaal betalingsverkeer mm-hmm. beheersen. Mm-hmm. En het blijkt ook heel moeilijk om daartussen te komen. Dus er worden wel nieuwe banken opgericht, maar die blijven eigenlijk heel klein. Die hebben het meteen te maken met heel veel wet en regelgeving. Dus je ziet eigenlijk dat die wet en regelgeving ook die grote partijen eigenlijk bevoordeelt. En dan is de vraag, nou ja, zijn er andere manieren? En wij proberen met ons geldenzot eigenlijk de discussie op een hoger niveau te tillen. En daar zijn drie onderwerpen, denk ik, dus heel erg belangrijk. Het eerste is dus die geldschepping. Wie mag er eigenlijk geld scheppen? En Klaas van Egmond heeft daar recent met jou in een gesprek, ik denk, vrij uitvoerig bij stilgestaan. Ja. Het is een pleidooi voor publieke geldschepping. En je ziet dat het onderwerp van geldschepping na de crisis best wel op de agenda is gekomen. En vooral dankzij het beleid van de ECB van kwantitatieve verruiming. Dus zij zijn eigenlijk ook geld gaan scheppen na de crisis. Waar het voor de crisis alleen de private banken waren, is de centrale bank het ook gaan doen. Het tweede onderwerp is wat wij digital cash noemen, wat centrale banken vooral digitaal overheids- of digitaal centrale bankgeld noemen. Dus dat je een publieke vorm van geld krijgt in digitale vorm. Nou, dat debat is best wel ook de afgelopen decennium groter geworden. En een derde onderwerp is het liberaliseren en dereguleren of herreguleren van die banken. Dus je ziet zelf, noemen die Basel III al, maar je ziet wat er in de geschiedenis is gebeurd. Dat er van de ene kant hebben banken vangnetten gekregen. En van de andere kant zijn er allemaal regels om die banken ook te beperken. Ja. Dus je beschermt banken en aan de andere kant reguleer je die banken of overreguleer je die banken. Ja. En die houden elkaar natuurlijk, die worden eigenlijk steeds erger. Ja. Ja, dus voordat we naar die drie onderwerpen toe gaan en ook misschien naar discussies. Hoe is eigenlijk, je had net al even over een soort oligopolie ontstaan. Hoe is het eigenlijk zo gekomen? Ik krijg een beetje de indruk dat het namelijk niet helemaal per definitie nou een design idee is geweest. Het was niet per definitie zo ontworpen. Het hing niet samen met het geld, maar het is zo gegroeid in de loop der tijd. Is het dan ook bijvoorbeeld iets, begrijp ik dat A, goed? En is het dan ook zo dat politici misschien er wel iets aan zouden willen doen, maar dat ze maar moeilijker een stok achter de deur krijgen? Of dat de macht van banken in die zin gewoon te groot is en dat je er eigenlijk niet omheen kan? Of zie ik dat verkeerd? Ja, het is inderdaad een evolutie geweest, denk ik ook. Dus het is in verschillende stappen gegaan. En natuurlijk, de eerste stap is dat banken geld zijn gaan creëren. Dus toen je alleen maar fysieke munt had, van goud en zilver. Toen zijn banken in hun boeken geld gaan creëren. En dat zijn eigenlijk geldtegoeden. Dus er zijn claims op die munten. Mm-hmm. En langzaam zijn die tegoeden gaan domineren in de economie. Dus dat is een stapsgewijs. Precies, we betalen. Dus bankrekeningen zijn eigenlijk geldtegoeden. Dus wij betalen eigenlijk altijd met geldtegoeden. Ja. En dat is een geleidelijk proces geweest. En dat is één factor die een belangrijke rol heeft gespeeld. Dus die banken geld zijn gaan creëren en die vorm van geld is gaan domineren. Mm-hmm. En wat je in Nederland ziet is dat bijvoorbeeld de Postbank die is geprivatiseerd. Dat is gewoon een politieke keuze geweest. Dus er waren best lang ook publieke banken, maar die zijn eigenlijk allemaal geprivatiseerd. En die zijn vaak ook met elkaar samengegaan. Dus die banken zijn steeds groter geworden. Mm-hmm. Dat is denk ik een tweede factor. En de derde is denk ik toch die digitalisering. Dat girale geld, dat die geld te goede zijn, gedigitaliseerd en het publieke geld niet. En hoe meer wij in de digitale tijdperk komen, en met corona zie je het helemaal, worden steeds meer gedwongen om digitaal te betalen. Dus daarmee verstevig je eigenlijk die positie van die banken, van die sector. En dus het publieke geld, het betaalmiddel, wordt eigenlijk steeds minder gebruikt. Ja, dus er komen eigenlijk twee ontwikkelingen bij elkaar, als ik je goed begrijp. Aan de ene kant heb je die vragen over de financiële crisis, die wat jullie betreft, als ik even zeg, onze stichting Ons Geld, niet fundamenteel genoeg waren. Die gingen niet per se over het geldstelsel. En tegelijkertijd heb je van buitenaf ook de ontwikkeling van digitalisering, die natuurlijk aan de ene kant de ontwikkeling heeft gedreven, maar die nu ook kansen bieden om die vragen wat meer concreet ter discussie te stellen. Precies, ja. En daar spelen, als ik je goed begrijp, digitale munten weer een bepaalde rol in. Wat kan bijvoorbeeld een digitale munt, wat zou het ons nou gewoon heel eenvoudig gezegd, wat zou het ons kunnen brengen? Dus een digitale overheidsmunt, ik denk dus het eerste is dat je daarmee betaalverkeer veel efficiënter kunt maken.
Dus waar je nu allemaal verschillende private banken hebben die hun eigen betaalsysteem hebben, en waar het via de centrale bank loopt, of het publieke geld, wat eigenlijk alleen maar handig is als je bij elkaar bent, dan kun je niet de betalingen over afstand mee doen. Dus zo'n digitale overheidsmunt die zou betalingen over afstand zeer efficiënt kunnen maken. Dus iedereen maakt gebruik van hetzelfde systeem, en zeker in Europa zou dat, dus in Nederland kun je zeggen het betaalsysteem is nog best efficiënt, maar als je naar Griekenland kijkt of naar Spanje is het veel efficiënter, en dus ook daar gaan de kosten gewoon simpelweg omlaag. Ja, ja. En het tweede, dus wat het essentiële verschil is tussen geld en goede en digitaal overheidsgeld. Digitaal overheidsgeld is net zoals cash, als fysiek geld, daar kun je geen bankrun op hebben. Dus by design stabiel. Dat is eigenlijk bezit van je. Dus je hebt dat. En als je geld dus by design stabiel is, dat betekent dus ook dat je dan langzaam maar zeker die vangnetten bij die banken kunt gaan afbouwen. En anderzijds ook die regulering kunt gaan afbouwen. Dus het biedt, dus als jij stabiel geld hebt, biedt het eigenlijk de mogelijkheid om heel anders met de financiële sector of het bankaire gedeelte van de financiële sector om te gaan. Ja, ik denk ook dat een van de redenen waarom mensen misschien dit onderwerp een beetje abstract vinden, is dat ze denken, ja, geld inderdaad, wat je zegt, dat moet stabiel zijn, toch? Het moet gewoon op orde zijn. Mm-hmm. En dus een van de vraagstukken die na de financiële crisis eigenlijk aan bod kwam, is de instabiliteit in dat systeem. Als je dan bijvoorbeeld kijkt ook hoe er in de loop der tijd daarmee om is gegaan en hoe banken daar die oligopolische positie ook een beetje hebben geconsolideerd. Denk ook aan producten zoals COCO's, de contingent convertibles, obligaties die in aandelen kunnen worden omgezet als er bepaalde limieten worden bereikt. Dat zijn dan weer producten die dan vooral aan banken aan elkaar ook weer worden verkocht. Dat de Nederlandse Bank, daar hebben we onderzoek naar gedaan, dat dus zo banken eigenlijk nog te veel van elkaar afhankelijk zijn. En er dus nog steeds niet die instabiliteit van dat hele systeem zelf is weggenomen. Is dan zo'n oplossing als die digitale munten, draagt die ook bij volgens jou aan de stabiliteit van het geldsysteem als geheel? Omdat ze dus een soort concurrentie eigenlijk aangaat met die banken? Dus dit is eigenlijk de logica van de WRR. Die zegt ook, als je nou een veilige, zij noemen het een veilige haven. Ze zeggen niet hoe het er moet komen. Dus of het een publieke depositobank moet zijn of private depositobank of een CBDC. Maar als je een veilige haven creëert voor geld, dus een digitaal veilig alternatief voor geld, dan worden banken eigenlijk gedwongen zich verantwoorden te financieren. En wat zeggen zij met verantwoorden financieren? Zij bedoelen dan meer lange termijn vreemd vermogen en meer eigen vermogen mee. En je ziet wat het huidige systeem instabiel maakt, waarom die vangnetten nodig zijn, is dat banken financieren zich met ons geld, dus met geldtegoeden. Een groot gedeelte van de rechterkant van de bankbalans zijn geldtegoeden. En wat is een geldtegoed? Wij kunnen die altijd direct opvragen of direct overboeken. En dat kun je dus doen. Je kunt je financieren met geldtegoeden, maar daarvoor zijn wel vangnetten nodig. Dus daarvoor heb je de centrale bank nodig en het depositogarantstelsel. Dat zijn de twee belangrijkste eigenlijk. Maar dat zijn eigenlijk beschermingen van banken. Daarmee neem je eigenlijk marktwerking weg. En als je zegt, ik heb een aandeel van de ING of ik heb een obligatie van de ING, dan ben je als investeerder veel meer zelf verantwoordelijk voor. Dus je kunt hem ook verkopen, maar dan verkoop ik hem aan een andere marktpartij. Ja, maar in Nederland alleen partijen die een bankvergunning hebben, die mogen ook het onderdeel zijn van het depositogarantiestelsel. Dus dat versterkt eigenlijk die oligopolische positie van die bank. Ja. En ze hebben dus ten opzichte van andere financiële intermediairs, want er zijn natuurlijk ook heel veel andere financiële instellingen, hebben ze gewoon een voordeel. Dus je met geld te goede financieren is eigenlijk een hele goedkope manier van financieren. Dus iedereen weet dat op je bankrekening krijg je bijna geen rente. Dus je krijgt bijna geen vergoeding terwijl je toch risico neemt. Maar dit risico is dus inderdaad geminimaliseerd door van allerlei overheidsvangnetten. Ja. Dus je kunt zeggen, en dat is denk ik wat ik zelf de afgelopen vijf jaar mezelf steeds meer ben gaan realiseren. Na de financiële crisis werd eigenlijk gezegd de markt heeft gefaald. Dus we hebben hier te maken met marktfalen. Maar dat is denk ik wat de mainstream heeft gezegd. Maar ik denk dat het steeds meer denk ik dat het waar is. Dat je kunt zeggen, er is eigenlijk te weinig marktwerking in de financiële sector. En dat komt dus door die vangnetten en die overregulering. Of die grote hoeveelheid regulering. En die zou je dus moeten afbouwen. Dan krijg je meer marktwerking, meer marktdiscipline. Dat mensen die investeren in financiële instellingen zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Krijgen risico en beloning op één lijn. En je ziet dat eigenlijk niet is gebeurd de afgelopen vijf. We zijn eigenlijk verder gegaan op het bestaande pad. Van steeds meer vangnetten, dus die vangnetten uitbrengen en steeds meer regelgeving voor die banken. Ja. En daarmee krijgen zij dat oligopolie steeds steviger blijft staan en dat het steeds moeilijker is om daar tussen te komen. Nou begrijp ik wel dat de afgelopen 10 jaar na de financiële crisis bijvoorbeeld er ook heel veel taboes waren binnen de financiële sector over wat dan welke hervormingen wel of welke hervormingen niet. En er waren ook een aantal taboes van, als je deze stappen gaat zetten, dan kan je toch echt niet, dat brengt zoveel instabiliteit teweeg of dat is zo gevaarlijk, dat is mogelijk gaat dat ontwrichtend zijn voor het financiële stelsel. En een van die stappen was bijvoorbeeld dat bespreken van die digitale munten. De Nederlandse Bank heeft dat ook lang afgehouden eigenlijk. En toch onlangs juist in haar eigen verkenningen verricht. En als ik het goed begrepen heb, daar
in ieder geval de mogelijkheid voor die digitale munten, om dat eens te kijken wat de mogelijkheden daarvan zijn, dat op papier te zetten. Hoe zie jij die draai, zeg maar, van de Nederlandse Bank erin? Wat heeft dat gedreven? Ja, het is dus opmerkelijk, want zij hebben dus afgelopen april dus inderdaad het eerste rapport over digitaal centrale bankgeld gepubliceerd. En daarin zeggen ze een positieve grondhouding te hebben ten opzichte van tegenover dit onderwerp. Dus dat is een grote verandering. En waar is die gedreven? Nou, er zijn de afgelopen decennia zijn er veel activisten geweest, veel wetenschappers die hebben gezegd, ja, dit is nodig. Dat heeft denk ik dus heel weinig indruk gemaakt op de centrale bank. Maar wat denk ik dat twee dingen heel cruciaal zijn geweest. Ten eerste is de Libra. De digitale munt van Facebook. Precies, de digitale munt van Facebook. En waarom is die zoveel bedreigend dan bijvoorbeeld de Bitcoin? Bitcoin is ook een digitale munt, een private digitale munt. Maar het probleem met Bitcoin is, toen die werd gestart, is dat er zat geen netwerk omheen. En Facebook heeft natuurlijk met Facebook, maar ook met alle andere diensten als Instagram, die hebben een supergroot netwerk. Dus als zij simpelweg zeggen, wij gaan een geldstelsel uitrollen, we geven iedereen een rekening en zetten er voor iedereen 10 op. U kunt het naar elkaar overmaken tegen 0,01 cent. Mm-hmm. Dan heb je een super efficiënt wereldwijd betaalsysteem gelanceerd. Dus dit idee dat Facebook dit zou gaan doen in een consortium met andere partijen, heeft eigenlijk centrale bankiers wakker geschud. Juist. Dus zij hebben gezegd, nou, dan moeten wij ook in actie komen. Dus die digitalisering maakt mogelijk dat je gewoon wereldwijd een heel ander betaalsysteem krijgt. Dat was de eerste. En het tweede is dat China is al langer bezig met ook een digitale muntproject. En dat project is, zij zijn eigenlijk veel proactiever. Zij zeggen, nou ja, wij kunnen dit implementeren. Mm-hmm. Dan kun je natuurlijk wel van allerlei vragen stellen over privacy, maar zij willen dit graag doen. En dit zou best wel eerst, zeg maar, ook de status van de euro en dollar in gevaar kunnen brengen. Want als China alle Chinezen ook toegang geeft tot een digitale munt, en zij verplicht ook belangrijke handelspartners, zeker in Afrika of omliggende landen, om die digitale munt ook te gaan gebruiken voor transacties, dan is de dollar in ieder geval in die gebieden veel minder nodig. En dus ook die dreiging heeft eigenlijk West-centrale banken gezegd, nou ja, wij moeten nu ook zelf in actie komen en zelf hier onderzoek aan gaan doen en ja, proactief zijn. Dus eigenlijk die private ontwikkeling, de Libra, nou, dat heeft een soort, heeft wakker geschud eigenlijk, ja. De Nederlandse bank, van ja. Oei, nou moeten we toch echt stappen zetten. Ja. En in China, de manier waarop, het is natuurlijk ook geen geheim meer, dat China met allerlei landen eigenlijk de westelijke instituties, globale instituties, kopieert en daar zelf allianties probeert aan te knopen met andere landen, om daar in haar eigen, haar eigen hegemonie natuurlijk, en eigenlijk haar manier van denken op de wereld te projecteren en daarin naar buiten te treden. Dat is ook een bedreiging die daarmee gepaard gaat. Toen zei jij natuurlijk de dollar en de euro die nu de dominante munt zijn. Misschien kun je dat ook nog even kort aanstippen. Hoe zit dat precies met die dollardominantie, de hegemonie van de dollar? Waarom is die zo bepalend voor de manier waarop ons systeem nu ingericht is, ons geldsysteem? En welke bedreiging gaat daarvan uit eigenlijk als de Chinezen daarmee verder gaan op die manier? Nou ja, uiteindelijk gaat het om macht. Dus je kunt zeggen, de VS is het machtigste land ter wereld met de grootste economie. En dat wordt al door China bedreigd. Maar zij weten gewoon in internationale handel de dollar als standaard neer te zetten. En omdat de dollar als standaard is, wil iedereen dollars hebben. Dus er is veel vraag naar dollars. Ja. En je kunt het in heel veel transacties gebruiken. Dus de VS heeft daar een machtige positie gekregen. En de dollar is een sterke munt geweest de afgelopen decennium. En de vraag is of dat dus zo blijft. En je ziet, de euro is natuurlijk ook bedacht om daar een tegenwicht aan te bieden. Maar je ziet nu ook dat China daarop gaat acteren. Ja. En China heeft ook veel productie doen met veel landenhandel. En heeft de ambitie om met nog veel meer landenhandel te gaan drijven. En ook veel intensiever. Dus dan zou je kunnen zeggen, zij hebben dan de voorkeur om hun eigen munt te gebruiken in plaats van de dollar. En zou je nou ook kunnen zeggen, de kwantitatieve verruiming die we hebben gezien, dus juist daar pak je het ook wel even over, zowel in Amerika, maar ook in Europa, een beetje onder de hoede misschien van Amerika, is een uitdrukking van die machtige positie van de dollar? Dus juist Amerika kan dit maken, omdat ja, ze... Ja, nee, zij kunnen meer dollars drukken dan een Afrikaans land zou kunnen. Of dan China weet ik niet, maar wel dan landen met een zwakkere munt. Dus ja. Zij kunnen gewoon veel meer dollars in omloop brengen. Ja. Ja, want nu zit natuurlijk dat hele vraagstuk voor kwantitatieve verruiming staat nu ook ter discussie van in hoeverre kan je dat nog doortrekken? Behoort dat niet ook tot een soort oplossing van een oud geldstelsel? Ja. En zijn we nu niet aan het overgaan naar een nieuw systeem? En hoe lang kan je dat nog volhouden? Hoe moeten we nou dat zien, die bedreiging bijvoorbeeld vanuit die dus de dollarhegemonie, zeg maar, onder druk zet en daar ook een uitdaging voor biedt. Hoe gaan die digitale munten
vanuit de Nederlandse bank, maar ook de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld. Hoe gaan die daar nou mee daarin helpen, ons in die strijd? Ja, dus ik denk, wat belangrijk is als we hierover nadenken, dus je hebt het, wat centrale banken nu doen, is die zeggen, wij willen eigenlijk een beperkte CBDC. Dus wij willen het vooral voor betaalverkeer efficiënter maken als backup systeem en misschien voor financiële inclusie. Ja. Zodat iedereen toegang krijgt. Dus dat is een beperkte CBDC. En de voorstellen zoals die door ons geld zijn bepleit, maar ook door vrij veel economen na de crisis, die zeggen eigenlijk, het kan een stap zijn naar een systeemverandering. En natuurlijk, als je de technologie hebt ontwikkeld voor die beperkte CBDC, dat is ook nodig voor die transitie. Ja. Maar als je met centrale bankiers gaat discussiëren, dan zullen zeker de bestuurders nooit zeggen dat die CBDC is bedoeld voor de transitie. Zij gaan zeggen, nou, dat is om betaalverkeer efficiënt te maken, om toegang te houden tot publiek geld. Ja. Dus zij zullen altijd wat kleinere argumenten aandragen. Maar dat wil niet zeggen dat er ook bij centrale banken op onderzoeksafdelingen natuurlijk economen zitten die stappen verder denken. Mm-hmm. En je zou zo'n digitale munt dus kunnen gebruiken ook als mechanisme om naar een ander systeem toe te gaan. En bijvoorbeeld wat de DNB in haar rapport zegt, zij zegt, nou ja, dus je zou mensen maar beperkt toegang moeten geven tot die digitale centrale bankmunt. Ik geloof dat ze 3.000 tot 7.000 euro opperen. Maar als je gaat zeggen, nou ja, dat bedrag gaan we elk jaar verhogen. Dus we doen er elk jaar 10.000 bij en tegelijkertijd bouwen we depositogarantstelsel met 10.000 af. Ja. Dan krijg je eigenlijk een transitiepad. Dus hoe je gaat zeggen, nou, we gaan die banken liberaliseren. We gaan één van die vangnetten voor die banken afschaffen. En tegelijkertijd gaan wij als overheid gaan we zeggen, nou ja, wij geven mensen veiligheid tot een bepaald maximum. Dus ik denk ook niet dat het onbeperkt moet zijn, maar dat 3.000 tot 7.000 euro veel te weinig is, maar zeg tot een ton, wat nu het depositogarantstelsel is. Dus als je dat gaat doen, krijg je de mogelijkheid om de financiële sector, of de bankaire gedeelte van de financiële sector, anders in te richten. Ja, laten we daar eens even wat meer bij stilstaan. Want die banken, die, jij zegt ook in jouw position paper, zeg je heel duidelijk, wat bij de crisis nog niet echt is aangepakt, is vooral de vertrouwenscrisis die er is ook. Dus het vertrouwen van het publiek in een financiële elite, in bankiers, maar ook een bepaalde bestuurlijke laag of de technocratische instituties die ermee samenhangen. Die banken worden tegelijkertijd nu volgens mij aan allerlei kanten worden ze onder druk gezet. Je hebt natuurlijk de regelgeving vanuit de EU, vanuit de ECB, maar je hebt natuurlijk ook die digitale munten waarmee die banken concurrentie wordt toegevoegd voor die banken, wat ook ergens wel eens een keertje hoog tijd werd, als ik jou goed begrijp. Je ziet die opkomst van private munten zie je natuurlijk ook aan de andere kant. Wat zou nou de positie zijn volgens jou van banken in een toekomstig systeem? Wat zou een mogelijke positie kunnen zijn voor banken? Want het is duidelijk dat ze moeten veranderen. Maar wat zou dan een betere positie zijn in dat geheel, als ze van die dominante positie afkomen in dat fiat geld? Nee, ik denk dat er twee hoofddingen zijn. Het eerste is op betalen. Dus je hebt dan die digitale munt. Dan kun je natuurlijk van allerlei betaalapps of digitale betaaldiensten hebben. Die banken zouden kunnen ontwikkelen. Dat is de eerste. En de tweede zit dus veel meer aan de kant van investeren, van lenen. Je krijgt denk ik veel meer een fondsachtige structuur. Dus de ING heeft een fonds voor hypotheken in Leiden, een verduurzamingsfonds in Zuid-Holland. En daarin koop jij een obligatie of een aandeel. En vervolgens gaat het denk ik vooral om transparantie. Dus wat heel belangrijk is en waar banken ook notoir schimmig zijn. Dus mensen weten eigenlijk niet goed wat hun geld doet. Maar banken zouden zich in een fondsachtige structuur kunnen transformeren en dan ook transparantie bieden. Dus u heeft uw geld geïnvesteerd in het hypotheekfonds in Leiden of in dit groenfonds. En laten zien wat er met het geld gebeurt. Dus dan zijn banken echt tussenpersonen. Ze halen geld op, zetten het uit en rapporteren wat er met het geld gebeurt. Dus daar is denk ik een hele grote rol. Dus die inschatting van wat is een goede investering, wat banken ook vaak hebben gedaan, die blijft bestaan. Alleen het gaat vooral met hoe financier je het. Dat is denk ik het vraagstuk. Dus dan financier je het niet langer met gierig geld, het geld te goede, maar je financier je het met ander soort effecten. Ja, dat klinkt heel anders dan het bankieren wat we in de jaren 80 en 90 hebben zien opkomen. Dat hele het grote wat natuurlijk ook dramatisch verfilmd is in Wall Street en de Wolf Wall Street of wat dan ook. Maar is dat echt passé, denk jij, dat een beetje het cowboy bankieren is? Nou ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, kijk, dus als ik graag in een fonds zit waar de bankier een cowboy is, die gaat daytraden, die van allerlei derivaten gaat, in mijn ogen moet dat ook gewoon mogen, maar dan is het puur privaat risico. Dus dan heb ik een aandeel bij een bank die dit doet, nou dat is best risicovol, dan kan het ook fout gaan, dan moet je dus dan heel veel bewust zijn, dat kan helemaal instorten, het kan 40% naar beneden gaan, dus er zijn risico en beloning zit op een lijn. Ja. Dus ik denk dat je moet verbieden, maar je moet denk ik dus heel erg zeggen, nou ja,
dit mag, maar het is wel privaat risico. En wat we dus hebben gezien, dat het vooral de vermenging van publiek en privaat. Ja, dus je gaat privaat heel veel risico nemen. Als het fout gaat, dan ga je gebruik maken van of de centrale bank of van de overheid om je te stutten. Ja. Ik denk dat vooral, dat is gewoon een weeffout in het huidige systeem. Dus ik ben er zeker voor dat dit ook nog mag bestaan. Maar dan zou het gewoon privaat risico moeten zijn. En dan is de vraag, dus als het privaat risico is, of niet ook veel meer een leercurve komt. Dus dan marktpartijen beseffen, die cowboy bankier, zou ik maar een klein beetje van mijn geld in stoppen. Is eigenlijk veel te riskant. En misschien moeten we ook wel onder gedrag van hem eisen. Ja. Dan krijg je ook veel meer volgens mij de gesprekken die nodig zijn. Wil ik eigenlijk dat dit met mijn geld gebeurt? Is het wenselijk? Nee, dat is iets normatiefs, maar dat is gewoon een gesprek wat moet gebeuren op basis van data. Mm-hmm. En volgens mij is dat wel de weg die bewandeld gaat worden. Dus jij zegt de intransparantie die er nu is vanwege de vermenging van potjes als het ware. Als jij je geld mee onderbrengt, dan weet je gewoon niet precies hoe dat uitgezet wordt. En die keuze meer compartimentaliseren, dus meer hokjes maken en duidelijker maken van dat is jouw keuze, het kan wel, maar dat is natuurlijk dan een soort consumentenkeuze of iets dergelijks. Die kant gaat het meer op. Dus echt transparantie is daarin noodzakelijk en ook meer het opbreken van de tegoeden die banken beheren en de gelden in verschillende onderdelen. En die ook wat meer bewust en transparanter uit kunnen zetten. Ja, en dan als je naar toezicht kijkt, dan is er dus veel meer AFM toezicht nodig. Van, is het wel eerlijk? Dus als ik geld ophaal voor de hypotheek in Leiden, dat ik dat niet ga gebruiken om een fabriek te bouwen. Dat is gewoon AFM toezicht. Gewoon transparantie in prospectus. Wat ga je doen en daarover rapporteren en klopt het met elkaar? En veel minder DNB toezicht. Dus veel meer zeggen hoe het fonds, hoeveel eigen vermogen het moet hebben. Hoe de beloningsstructuur moet zijn. Van al dat soort regelgeving wat de DNB aan het doen is. Dus dat is eigenlijk een vermenging ook echt van publiek en privaat. Dus daar zou je in mijn ogen veel minder van moeten hebben en veel meer AFM toezicht. Veel meer op transparantie en consumenten. Gewoon natuurlijk, wat gebeurt er? Is dat ook niet meer bureaucratie voor banken? Is er dan nog wel een verdienmodel mogelijk? Als ik even op de bres zou moeten springen voor bankiers, denk ik, wat ze zouden zeggen is, als je dat allemaal, dan moet je overal verantwoording en dat brengt zoveel bureaucratie. Maar daar zou je dus ook kunnen zeggen, met technologie is het denk ik al veel makkelijker. Dus je ziet dat van allerlei fintechs zijn dit al aan het doen. En dan zou je dan naar het iets grotere moeten kopiëren. En banken zijn er natuurlijk ook al mee bezig. Maar daar kun je technologie om transparantie te verbeteren, kun je dat heel goed inzetten. Ja. En ik vraag me af, dus je ziet dat, het stond gisteren ook in het FD, dat in Nederland is juist het toezicht is heel erg duur. En dat is vooral DNB-achtig toezicht. En als je veel meer op transparantie gaat zitten, dan krijg je, denk ik dus dat je veel minder toezicht krijgt. Je krijgt ander toezicht, maar ook minder. Dus dat het daar in die zin qua toezicht gewoon efficiënter kan. Nou begonnen we ons gesprek met de vraag van wat is nou eigenlijk de relevantie van deze thematiek voor iedereen in de samenleving. We hebben een aantal dingen besproken. We hebben het gehad over de ontwikkelingen die er nu gaande zijn met digitale munten. Maar ook over wat de fout ging in de financiële crisis. Welke vragen aan de bank aan bod zou moeten komen. Wat de rol van bankiers daar in dat geheel zouden kunnen zijn. Hoe taxeer jij nou nadat je het rapport uitgebracht nadat wat er besproken was in de Tweede Kamer, hoe zie jij nou dat de scheidslijnen wat verschuiven, dat er nu ook echt anders wordt gedacht over dit soort thema's en welke kant gaat het denk je op? Nou, het moeilijkste is om het politiek te maken. En daarmee bedoel je? Dat het in de Tweede Kamer, in het Europarlement, dat er een debat wordt gevoerd. Hoe willen wij het monetair financieel systeem inrichten in het digitale tijdperk? Dus dit is heel moeilijk om hier een politiek onderwerp van te maken. En wat er dus heel de tijd wordt gewacht, wat Hoekstra ook notoire doet in Nederland, die zegt altijd, de DNB gaat meer onderzoeken of ik wacht op het rapport van de DNB. Ja. Dus hij volgt eigenlijk de DNB in plaats van te zeggen, wij willen, of de politiek zegt, wij willen een digitale munt en die zou aan deze eisen moeten voldoen, DNB implementeren maar. Ja. En je ziet dus dat het proces eigenlijk heel erg technocratisch gemaakt. Dus technocraten gaan er in kamers in Frankfurt en in Amsterdam gaan ze erover discussiëren. Die schrijven een rapport. Mm-hmm. Dat wordt politiek besproken. En ik denk dus dat dat eigenlijk de grote tekortkoming is geweest de afgelopen 10 jaar. Dat het heel weinig politiek is gemaakt. Maar dan kan je natuurlijk zeggen dat is ook een resultaat van een beetje de spelregels zeg maar, in die wereld. Zoals we die in de jaren 80 en 90 hebben geformuleerd. Ja. Want je gaat natuurlijk een hele duidelijke scheiding aanbrengen tussen. Wat we geleerd hebben in de jaren 80 en 90 is van een overheid die alleen maar met de vinger op de geldpers, die de vinger op de geldpers weet te drukken, die houdt hem er ook niet meer vanaf. Dus je moet dat geld ook schepperij misschien een beetje ook bij het private gedeelte onderbrengen. Nou, er zijn nu allerlei nieuwe disbalansen in ontstaan. Maar is dit dan nog echt zo'n oude spelregel als het ware? Hè? Als politiek doen wij, als politici doen we eigenlijk alsof het niet aan ons is. Het is want dat zou niet goed zijn, dat zou niet kies zijn. Nee, ik denk precies dat je het heel goed beschrijft, dat dit de tijdsgeest is, dat het is gekozen om het buiten de politiek te leggen. En dat wil niet zeggen dat de politiek niet gaat over
over de inrichting. Dus dat is eigenlijk, er wordt een iets andere vraag wordt er geagendeerd. Ja, jullie gaan over de inrichting, zeggen we altijd, als ons geld. Ja. En daar moeten jullie over nadenken. En hier zijn, er zijn verschillende voorstellen. Er zou een politiek debat over moeten komen. Daar zou een keuze in moeten worden gemaakt. En het is waar dat een van de redenen om het buiten de centrale bank te leggen geldschep is dat de politiek niet aan, aan de macht is. Maar daar kun je natuurlijk hele andere checks en balances op ontwikkelen. Of, ja, die kun je gewoon ontwerpen en implementeren. Zo moeilijk is het ook niet. En je kunt bijvoorbeeld bij wet vastleggen, ja, de geldhoeveelheid mag maximaal 5% per jaar groeien. Of het koppelen aan de hoeveelheid BBP groei. Dus als de economie per jaar 2% groeit, gaan we ook 2% meer geld in omloop brengen. Ja. Je kunt vanaf het hele simpele regels kun je gewoon ontwikkelen. En dan kun je nog een soort van, dat je er van mag afwijken, 1 of 2%. Maar dat is het kader waarbinnen de monetaire autoriteit mag opereren. Mm-hmm. En ik denk juist dat dat beleid van kwantitatieve verruiming laat eigenlijk zien dat het huidige systeem aan het ontsporen is. Want als je 20 jaar geleden had gezegd of 10 jaar geleden had gezegd dat de ECB dit zou gaan doen, had elke monetaire econoom gezegd ondenkbaar. Ja. Het gebeurt nu op echt hele grote schaal en het wordt eigenlijk alleen maar groter. Dus daar, ja, uit die hoek, ook uit de monetaire economische theorie, komen ook steeds meer, ja, worden ook steeds meer grote vraagtekens gezet bij het huidige systeem en het huidige beleid. Ja, ik moet ook zeggen, als ik dat hoor, het begint me ook gewoon te duizelen. Want het was, deze zomer ging het nog over 750 miljard voor dat PEP-steunprogramma in Europa. En nu zitten we al op 1850 miljard. Het lijkt me gewoon alsof, we doen er maar gewoon maar bij, dat maakt niet uit. Het gaat ook maar door, die bedragen natuurlijk. Dat begint gewoon te duizelen op een gegeven moment. Ja, en wat er vooral gebeurt, is dat ook hier gewoon een centralisatie van macht. Dus de ECB bepaalt in toenemende mate wat er wordt opgekocht, welke markten omhoog gaan. Dus iedereen zit uit te kijken, wat gaan zij doen? Ja. En dus eigenlijk in de kern van een kapitalistisch systeem is eigenlijk het bankaire systeem is eigenlijk steeds gecentraliseerder geraakt. Ja, met een centrale bank die dus dit kwantitatieve ruim doet en een oligopolistisch banksysteem eromheen. Ja, eromheen. Ja. Dus ik denk heel erg dat juist dus gewoon vanuit marktprincipes hier weer over nadenken. Hoe zou je het dan inrichten dat eigenlijk de volgende stap is? Ja, dus als je dit zo bij elkaar neemt, dan zou je zeggen dat bankaire stelsel zoals we nu hebben, dat is eigenlijk helemaal geen markt. Nee, in mijn ogen is het helemaal. Heeft het heel weinig met de markt te maken. Is het nou ook zo dat de vraagstukken hierover blijven liggen binnen de Europese Unie? Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen, hoor. Maar omdat juist de centrale bank, de Europese centrale bank, zich ook verhoudt tot al die individuele lidstaten. Zijn er ook verschillende belangen bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat hier in Nederland op een bepaalde manier over wordt gedacht. Maar natuurlijk in Italië en Spanje zijn natuurlijk weer hele andere belangen die ook met de geldschepping te maken hebben. Kan het dan zijn dat die vraagstukken ook binnen de centrale bank gewoon niet politiek worden gemaakt, omdat het zo gevoelig ligt binnen de Europese Unie, omdat er verschillende opvattingen gewoon over zijn die ook weer samenhangen met de economie van verschillende landen? Zeker. Nee, het is binnen het eurogebied is het veel complexer dan bijvoorbeeld in Zweden, waar ze gewoon één centrale bank hebben die zegt, nou ja, wij constateren een probleem in dit land, dat fysiek contant geld bijna niet meer wordt gebruikt. Dat betekent dat publiek geld verdwijnt en daarom willen wij dit doen. Ja. En binnen het eurogebied zie je er zo'n variëteit aan motieven. Mm-hmm. Variëteit ook aan belangen. En dat maakt dit gesprek of dit debat denk ik op Europees niveau veel moeilijker. Mm. En wat voor ons als ons geld eigenlijk wel heel erg leuk was, dat wij hadden met een aantal DNB-onderzoekers die het rapport schreven over digitaal centrale bankgeld in gesprek. En die zeiden, ja, Nederland loopt eigenlijk voorop in deze discussie. En dat komt dus vooral door de geldgekkies, door wetenschappers in Nederland, door activisten die hebben gezegd, ja, dit is een belangrijk onderwerp. Ja. En nou ja, als je bijvoorbeeld naar andere eurolanden gaat, is er dus heel weinig debat geweest de afgelopen 10 jaar. En is het dus ook, dus op Europees niveau is het dus heel moeilijk om met elkaar van gedachten te wisselen. Omdat in sommige landen is er al best wel veel literatuur ontstaan. Ja. En in andere landen is het pas net een onderwerp. Ja, nu zijn je natuurlijk met Stichting Ons Geld, denk ik, als je het zo mag zeggen, begon een beetje in de onderstroom. Je zegt ook net, toen we het aankaarten was het echt nog, dat was gewoon, leefde helemaal niet. Nee. Nu hebben we een aantal ontwikkelingen geschetst, denk ik ook in dit gesprek, maar ook die je ziet, waarmee het steeds meer een beetje in de hoofdstroom, zeg maar, terechtkomt. Of althans, wordt niet meer als een taboe gezien, de onderwerpen die jullie aankaarten. Kunnen jullie ook coalities aanknopen in andere Europese landen, en ook misschien in de zuidelijke landen, zijn er ook dit soort geluiden hoorbaar? Of gaat het daar toch echt wel echt een andere kant op, wat dat betreft? Nee, er zijn zeker ook dit soort geluiden hoorbaar, zeker. Nee, dus het Ons Geld, Positive Money in UK, is een zusterorganisatie, maar je hebt in heel veel andere landen heb je soortgelijke organisaties. En het is wel opvallend dat vooral in noordelijke landen zijn eigenlijk succesvoller geweest in het agenderen, maar in zuidelijke landen bestaan ze zeker ook. En bijvoorbeeld eentje waar wij zelf veel aan hebben gehad, ook in het denken, is de voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Miguel Fernández Ordóñez.
En hij is eigenlijk, toen hij gestopt is als centrale bankier, is hij gaan lezen. En is hij eigenlijk gezegd, nou ja, die voorstellen die worden gedaan door ons geldachtige clubjes, die zijn eigenlijk, dat is de weg die bewandeld moet worden. Oh ja. Dus je hebt in, denk ik, ook in zuidelijke landen, hij is denk ik het beste voor, maar je hebt ook, ja, ook mensen die daar gewoon een topposities hadden, die zijn eigenlijk gaan zeggen, nou ja, dit is inderdaad een onderwerp wat veel meer aandacht behoeft en wat, waar werk van moet worden gemaakt. Ja. Wat zijn nou de ontwikkelingen die we de komende tijd in de gaten moeten houden wat dit betreft? We hebben nu een aantal dingen genoemd, hè? De Nederlandse Bank is mee bezig, de Europese Centrale Bank, maar dit zijn ook niet echt onderwerpen die nou op de NOS uitgebreid in het nieuws komen te staan. Dus wat dat betreft, qua zichtbaarheid kan nog wel wat gebruiken. Wat zou nou als mensen hier die zitten te kijken denken van nou, dat vind ik wel interessant, wil ik eens gaan volgen. Wat zouden ze dan wat jou betreft in de gaten moeten houden? Nou, de ECB die heeft een publieke consultatie tot 12 januari. Dus iedereen kan daar zeggen je wat... Je kan nu mee. Ja, precies. Je kunt nu mee, maar je kunt nu gewoon je mening geven over, waartoe die digitale euro zou moeten dienen. Ja. Dus dat is denk ik wel iets om in de gaten te houden, want daaromheen ontstaat best wel wat debat. En ook als de ECB op basis daarvan iets gaat publiceren, wordt dat denk ik ook weer de volgende stap. Ja, en in Nederland, ik denk toch, dus de verkiezingen, dus om daar te proberen om juist dit grotere onderwerp ook een onderwerp te maken, daartoe worden wel pogingen gedaan. Daar kan natuurlijk ieder individu ook gewoon aan meehelpen om dat belangrijk te maken. Bij welke politici zie je dat dit soort onderwerpen wel leven een beetje? Dus degene die hier het meest aan heeft gedaan de afgelopen jaren is Mahir Alkaya van de SP. En dat is misschien ook wel goed om nog even dit gesprek even toe te lichten. Voordat het een programma wordt in politieke zendtijd. Maar heeft gedaan. Dus we hadden burgerinitiatief Ons Geld. Er werd in het Kamerdebat werd een motie aangehouden voor de oprichting van een depositobank. Mm-hmm. Stichting Full Reserve wilde een private depositobank oprichten. Ja. Dus een depositobank is een bank die alleen geld bewaart. Ja, geen verdere activiteiten onderneemt. Doet niks. Dus je hebt geld en het geld wordt gedekt door centrale bankreserves. Staat indirect bij de centrale bank. Mm-hmm. En de heren van Stichting Full Reserve Bank, van de Stichting Full Reserve, die werden die hadden een vergunning nodig, maar die werden eigenlijk rondgestuurd. Dus van politici naar de DNB, naar de AFM, naar het ministerie van Financiën en weer terug. Dus die bleven in dat zegeltje, want die kwamen er eigenlijk niet uit. En toen zei Mahir Alkaya, nou laat ik eens proberen om een publieke depositobank op te richten. Mm-hmm. Dus dat we niet een private partij, maar de overheid zelf, die zegt, nou ja, wij gaan zo'n bank oprichten buiten de centrale bank. Hij heeft een initiatiefnota geschreven, die is dus ook voor de zomer besproken. In de Tweede Kamer, daar is ook over gestemd. 79 waren tegen en 71 waren voor. Dus hij heeft het niet gehaald, deze initiatiefnota. Maar elkaar heeft hier veel tijd en moeite in gestoken. En dus die drie varianten van die private depositobank, die publieke depositobank en die central bank digital currency. Ik denk dat in Nederland zou dat denk ik toch weer politiek moeten worden gemaakt. Want er zijn dus heel veel politieke partijen. Nou ja, dus 71 Kamerleden hebben voorgestemd die dat eigenlijk een goed idee vinden, zo'n publieke depositobank. Mm-hmm. En het voordeel van zo'n publieke depositobank is dat je dat eigenlijk zelf kunt implementeren als Nederland. Daar kunnen Nederlandse politici zich niet verstoppen achter de ECB, maar je kunt gewoon zo'n bank oprichten. En zoals we de postbank hadden, dat is eigenlijk een moderne variant van de postbank, of eigenlijk ook een versimpelde variant ervan. Dan zou eigenlijk een weg uit deze discussie kunnen zijn die eigenlijk relatief makkelijk is. Dus dan krijg je niet dat je de hele tijd naar het Europarlement of naar de ECB, dat je daarop moet wachten. Maar je kunt zeggen, wij gaan zelf in Nederland gaan wij het initiatief nemen. Dus ik hoop dat Alkaya, maar ook andere politici dit onderwerp dus omarmen en daar ook met de Tweede Kamerverkiezingen dus een standpunt over innemen. Je zag een tijdje geleden ook in Italië natuurlijk, waar dat soort experimenten ook al waren. Een hele andere orde natuurlijk, ja. Maar met kleine obligaties die konden worden gekocht door... Er werd al eigenlijk door de premier daar inderdaad een beetje de draak gestoken als het ware met van... Ja, jullie in de Europese Unie, in de Centrale Bank, jullie denken dat jullie het alleen maar bepalen, maar we gaan het gewoon zelf doen. We gaan gewoon zelf een aantal dingen ontwikkelen. Dat was natuurlijk iets heel anders dan wat je nu voorstelt. Ja. Maar eigenlijk zoiets, daar kan ook een kracht van uitgaan. Hè? Dat je zegt, we gaan het gewoon zelf proberen om het een en ander op touw te zetten wat dat betreft. En dat kan al leiden tot A, meer concurrentie voor banken. B, wat gewoon in Nederland wenselijk is, gezien de oligopolische toestand van banken zelf. En bijdrage aan de stabiliteit van het geldsysteem. Ja, zeker. Nee, en ook, tenminste dat is wat wij denken. Als je in Nederland zo'n publieke depositobank of publieke bewaarinstelling opricht, dan worden eigenlijk andere Europese landen ook gedwongen om iets soortgelijks te doen. Mm-hmm. Dus je kunt het ook als mechanisme zien. Om ook in andere landen hetzelfde debat eigenlijk te krijgen van hoe wil ik dit eigenlijk inrichten. En het kan daarnaast nog gebruikt worden, ook nog in een transitie naar een ander stelsel. Dus het is echt, in die zin is zo'n oprichten van zo'n publieke depositobank of publieke bewaarinstelling zou echt een stap kunnen zijn naar ook een andere, gewoon een ander monetair financieel systeem. Ja,
Nou, mooi. Ik denk dus dat we een aantal dingen hebben gezien. Ook in ieder geval die taboes die er om deze thema's heersen, die zijn al een beetje aan het doorbreken in ieder geval. Maar ook al experimentele, ze worden ook al zaken in de experimentele fase ingezet. En die zouden dan wellicht toch kunnen leiden tot een verandering van dat systeem. Mm-hmm. Ja, heel mooi. Dankjewel Martijn voor het gesprek. En dank. Ik hoop je in 2021 nog een keer te spreken om eens even kijken wat er allemaal, wat er gaande is. Dankjewel. Gaan we doen. All right.